Morgan, brothers and sisters, in the hear of the Selectio Divina van 26 januari. En vandaag vieren wij een ander feest, na de feest van de verlichting, van de bekering van Paulus, vieren wij de feest van heilige Timotheus en Titus, bischoppen. En een kleine inleiding over deze twee heiligen, deze twee bischoppen. Als leerlingen en helpers van de apostel Paulus worden, daags na zijn feestdag Timotheus en Titus herdacht. De eerste was aan het hoofd gesteld van de christengemeente van Efeze. De ander had de leiding van de kerk op het eiland Kreta. Paulus schreef aan hen de brieven die bekend staan als de pastorale brieven en die talrijk aanwijzingen bevatten voor de vorming van de gelovigen en hun herders. Dus zoals wij hebben pas gehoord, deze twee heiligen die wij vandaag vieren, ze waren twee helpers, twee bischoppen, twee hoofden van twee christengemeenschappen, Timotheus in Efeze en Titus in Creta. En de brieven die Paulus schreef zijn pastorale brieven. En we zullen vandaag één van deze brieven lezen aan Timotheus. En we zullen zien dat Paulus probeert deze jong chef van een gemeenschap, deze bischop, aanmoedigen. Hij probeert hem te aan te sporen, te aan te moedigen en ook te onderwijzen voor zijn ambt. En ook als leider van een gemeenschap. En Paulus was de leraar voor deze twee heiligen. En wij zullen de zorg van Paulus zien in zijn manier van schrijven aan Timotheus, maar ook zijn liefde, zijn ijver, om ook een christelijk begeleider te zijn voor de andere discipelen die hij heeft ook ontmoet in zijn leven. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, zijn geliefde kind. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, vanwege God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Het is met dankbaarheid jegens God dat ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten tracht te dienen, dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Als ik denk aan uw tranen, verlang ik vurig u weer te zien, om weer helemaal gelukkig te zijn, in uw ongewenst geloof komt mij voor de geest. Dat geloof dat is uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunike bezield heeft. En nu ook daarvan ben ik zeker leeft in u. Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Scham u dus niet van onze Heer te getuigen. Scham u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden van het evangelie door de kracht van God. Woord van de Heer. Wij danken God. We weten niet precies wat uit de hand was met Timotheus, maar
we zien hier dat Paulus probeert hem aan te moedigen. En dat hij schreef met heel zijn hart: vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade, die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet in geest geschonken van vreesachtigheid, maar in geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Dus hij begeleidt deze jongman. Hij begeleidt Timotheus om met moed te blijven. Om niet te vrezen. Om niet bang te worden. Voor zijn ambt, voor zijn taak. Hij is de leider van een gemeenschap. Dus zeker had hij deze woorden nodig om verder te gaan in zijn roeping. En in zijn dienstwerk in de kerk. En Paulus spreekt ook over, met liefde voor hem. Met dankbaarheid biedt hij elke dag met tranen voor hem en voor die gemeenschap. Timotheus had zeker deze woorden van aanmoediging, van steun nodig van Paulus. En niet alleen hij, maar de gemeenschap ook. Maar Timotheus, het kind van het hart van Paulus, is soepel. Hij is gehoorzaam aan Paulus en aan zijn leer. Hij blijft trouw. En Paulus heeft hem graag, maar omdat hij ook zich laat leiden door een andere persoon met ervaring. En ja, we zien dat Timotheus een voorbeeld is van een roeping die soms zwak is, die soms vrezen, die bang is soms om zijn taak te vervullen, om zijn dienstwerk verder te zetten. Hij is een man, hij is een persoon, een mens. Hij had deze begeleiding ook nodig. En wij hebben ook momenten van gebed, momenten van vasten, momenten van retreat, momenten van stilte, momenten van begeleiding. Om ook ons hart te pompen bij de Heer. Om onze zielen in de goede richting te zetten. In eenheid met God te zijn. Zodat wij kracht mogen ontvangen om onze roeping te vervullen. Onze dienstwerk te vervullen. Psalm 96. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Verkondigt zijn heil alle dagen. Meldt aan de naties zijn heerlijkheid. Zijn wonderen daden aan alle volken. Huldigt de Heer alle stammen en volken. Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. Huldigt de Heer om de roem van zijn naam. Zet tot elkander de Heer regeert. Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen. De wolken bestuurt hij met billigheid. Uit het Heilige Evangelie volgens Lucas. In die tijd wees de Heer 72 leerlingen aan en zond hen 2 en 2 voor zich uit. Naar alle steden en plaatsen waarin hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: de oost is groot, maar arbeiders zijn erg weinig. Vraag daarom de Heer van de oost arbeiders te sturen om te oosten. Haast dan, maar zie, ik zend u als lammeren tussen wolven.
neemt geen beurs meer, geen reiszaak, geen schussel, en groet niemand onderweg. Laat in elk huis hij ook binnen gaat, uw eerste woord zijn, vrede aan dit huis. Want daar een vredelievend mens, dan zou uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zou hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden. Want de arbeider is een loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar hij binnen gaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet. Geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen, het rijk Gods is u nabij. Woord van de Heer, wij danken God. Het is de zending van de Heer Jezus Christus die deze 72 discipelen, leerlingen ervaren. De Heer zendt hen zonder niet zoveel zekerheid, niet zoveel materiële dingen en zij wisten ook niet wat zouden ze ontmoeten of zien of horen in de missies. Waarom? Waarom doet de Heer zo? De leerlingen te zenden zonder verzekering, zonder te vertellen wat gaat gebeuren. Hoe moeten zij spreken, handelen? De Heer vraagt vertrouwen. Vertrouwen. In de materiële dingen, ook in de geestelijke haven, ook in de omstandigheden die zij zullen ontmoeten. De Heer vraagt vertrouwen. Vertrouwen in Hem en ook in zijn genade. Want zij gaan over de Heer Jezus Christus spreken, over het rijk Gods, over de vrede en de vreugde van deze ontmoeting met de Redder, met de Verlosser, Jezus Christus. Maar zij hadden geen bewijs, geen foto's, geen video's, alleen hun leven, alleen hun woorden, alleen henzelf. En de Heer vraagt deze vertrouwen op Hem en op zijn genade. De materiële dingen zullen zij ontvangen. Op een of andere manier zullen zij eten ontvangen. Zullen zij wat zij nodig hebben ontvangen. En ook de woorden, de genade om zieken te genezen. Om blinden de kans te geven om te zien, om de mensen te waarschuwen, om de mensen te onderwijzen, zieken genezen. Dus zij zullen de nodige genade ontvangen om hun missies te doen, om te missioneren. En zoals Timotheus, zijn wij een beetje bang, wij twijfelen een beetje, wij aarzelen een beetje en wij weten niet precies wat moeten wij doen, moeten wij iets voorzien, moeten wij iets plannen, denken. Ja, natuurlijk, dat moeten wij, maar wij moeten eerst bidden en onze vertrouwen te laten groeien in de Heer, ook in daden van geloof, zonder veel zekerheid, zonder verzekering, maar op mis te gaan. En vertrouwen dat de Heer de nodige genade gaat geven. En wat wij nodig hebben, Hij gaat geven. En soms meer dan wat wij verwachten, meer dan wat wij nodig hebben. Want de Heer is altijd
Hij overdrijft altijd in zijn genade. Hij geeft altijd in overvloed. Overvloed. Dus vertrouw op de Heer, op de mensen die Hij in onze pad zetten. Vertrouw dat Hij altijd bij ons is en wij zijn nooit alleen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.